De Wolf is terug van weg geweest, maar niet zonder miljoenen subsidies van lobbyclubs die daarmee de wildernis in ons land willen herstellen ten koste van landbouwgrond. Aldus wetenschapsjournalist Riepke Zeilmaker, die er een artikel over schreef. En jij gaat ons informeren over de comeback van de Wolf. Ja, de geldwolven eigenlijk. Dus het gaat gewoon puur om, kijk, die wolf die doet zijn ding, hè. Dat is eigenlijk een beetje de brandnetel van het dierenrijk. Hè? Dus op het moment dat je brandnetel snoeit, die komen ook altijd alweer terug. En dat is eigenlijk ook met zo'n wolf zo. Hè? Dus die komen nou vanuit Duitsland terug. En de wolf en ik gaan al lang mee met elkaar. Toch weer Duitsland, hè? Ja. Ja, dat is heel interessant ook. Want het is Hermann Göring geweest trouwens, die de natuurvisie dus had over van wildernis. Ook het herintroduceren van bizons. Hè, dat doet een club. Nou, Stichting ARK, dat is de belangrijkste lobbyclub die nu die wolf loopt. Ga je even promoten. Onderbreken, Riep? Ja. Want wij gaan het natuurlijk over die wolf hebben. Ik vind het zelf ook heel interessant. Maar voordat je het doet, gaan we heel even bespreken wat er allemaal in de andere krant staat. Natuurlijk, Want jouw wolvenbijdrage staat op de hoofdpagina, voorpagina van de andere krant. Wat staat er nog meer in die krant? Die komt morgen uit. Dan moeten we eerst even switchen, denk ik. Waar gaan we heen? Wij gaan naar de tweedeling in Brazilië. Brazilië. Ja, Ido, een Fries trouwens en een journalist voor de andere krant, die heeft een jaar in Brazilië gewoond. En die tekent zijn ervaringen op van hoe de tweedeling daar dus gaat in verschillende fracties. Dus op het moment dat er dus een meer conservatieve president aan de macht komt, dan heeft hij automatisch ook de media tegen zich, want die sympathiseren nog meer met dat links liberale deel. En daardoor zie je dus ook een steeds grotere tweedeling ontstaan. Daar gaat dit artikel over. Ja, dan een pagina over Rusland. Ja, een hele inventarisatie van het Russisch wapenarsenaal. Ik had het ook niet zo verwacht in de andere krant. Maar wat niet is, kan altijd nog komen. Ik ben ook heel benieuwd wat voor raketten ze allemaal hebben en kunnen afschieten. Ja. En dat is dus, zijn dus twee andere artikelen. Ja, maar er staat nog veel meer aan de andere kant. Dus ook dat artikel over de boeren in Overijssel en allerlei andere zaken. Ik heb de krant hier voor mij liggen. Morgen komt die dus uit, op zaterdag altijd. Mm-hmm. En jij hebt de voorpagina over de wolf. Dat klopt, ja. En het gaat dus eigenlijk niet over de wolf, maar eigenlijk waar we het net al over hebben gehad. De totale herinrichting van het platteland, dat is waar het om gaat. Hè? Dus het omzetten van cultuurgrond met allerlei excuses, of het is de hoge beschermingsstatus van de wolf, want daar gaat het vooral om. Kijk. Hoe kan dat aan de wolf gerelateerd zijn, dit probleem? Mijn artikel gaat dus over de lobbyclubs die dus de wolf gebruiken om eigenlijk beslag op andermans gebied te leggen. En die zijn verenigd in een lobbycollectief dat heet Wolven in Nederland. Eigenlijk biodiversiteit. Ja, och, geef het beestje een naam. Hè? Maar, de heilige term. Zij noemen het de natuur. Hè? Zij staan voor de natuur. Ze hebben een hele specifieke kijk op natuur. Namelijk, alleen wildernis is de ultieme natuur. Wildernis is alleen niet zomaar. Hè? Dat past eigenlijk niet bij Europa. Europa heeft een 2000 jaar ontstaan geschiedenis van allerlei verschillende cultuurlandschappen. Wildernis is een importproduct uit Amerika van de Wilderness Act uit 1961. Where man is only a visitor who does not remain. Dus waar je alleen als toeschouwer nog. Hè? Dus je mag ook niks oogsten meer uit de natuur. En daar gebruikt die wolven in Nederland, lobbyclub, gebruikt ze eigenlijk die wolf en vooral die strikte beschermingsstatus om eigenlijk ook steeds meer beslag op andermans land te leggen. We hebben een mooi filmpje over de wolf. Laten we even kijken. Ja, dat is van ARK Natuurontwikkeling. En dat is de club die dus Wolven in Nederland in 2013 heeft gelanceerd. Met het doel om, en dan zeggen ze letterlijk, draagvlak creëren. Dus promoten van de wolf. En andermaal dan zeggen ze ook, wij hebben de waarheid en we brengen de feiten en die onderscheiden wij van de spraak. We gaan het allemaal zien. Wolven in Nederland. Ja. Ja, volgens deze video horen wolven thuis in Nederland, in de natuur. Dat is nogal wat, hè?
Ja, en dat ik denk dat een hoop mensen zich zorgen maken. Heel grappig hoe ze dat zeggen. Hè? Eigenlijk, ze zeggen, wij brengen geen sprookjes, maar de feiten. Maar hier zie je dus in één zin zie je drie persoonlijke oordelen verpakt als een soort natuurkundig feit. Alsof het net als de zwaartekracht is. Ja, maar waarschijnlijk hebben de factcheckers dat goedgekeurd. Ja. En dan is het waard, dat weet je toch? Ja, zij hebben ook inderdaad de feiten. Dat is ook heel mooi. Er is ook een andere Wageningse onderzoeker, Hug Jansman. Op het moment dat er een wolf op jouw terrein rondloopt, en dan wordt dat gemeld aan een wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging in Nijmegen. Die zit bij die Rewilding Clubs ARK en Rewilding Europe in één kantoor. Wat is Rewilding voor mensen die niet weten? Ja, dat laten we zo even zien in een filmpje. Maar het grappige is dan dus, jij moet dan melding doen van er is een wolf, en dan moet er ook gemonitord worden. Waarom? Die wolf heeft volgens de natuurbeschermingswet, dat is door Sharon Dijksma veroorzaakt in 2014, heeft hij een enorm belachelijk hoge beschermingsstatus, en ook volgens de habitatrichtlijn. Dus als hij daar dan komt, dan mag je ook op je eigen terrein mag je dat beest ook niet meer verstoren. En er is ook zo'n fanatieke club van, hoe heet het, de oprichter van de Partij voor de Dieren, Nico Kofferman, die daarom ook allemaal procedures weer volgens de Johan Vollebroek-methode aanspant. Ook tegen de hoge veeluwen, tegen jagers, tegen de provincie. Van, de wolf loopt er rond, dus mag je er ook niet meer jagen. En hier zie je een interessant instrument waarvoor die wolf dus wordt gebruikt. Eigenlijk een vorm van onteigening en van jouw eigen vruchtgebruik. Op het moment dat hij er rondloopt, en hij veroorzaakt ook veel schade. Ik zei al, de wolf en ik gaan lang mee. Ik heb in NRC Handelsblad in 2005 heb ik de eerste reportage gemaakt over de eerste roedel wolven in Duitsland. Dat was er toen nog maar één. Nu zijn er al 170, er zijn wel 1500 wolven die overal nu ze het cultuurland intrekken, allemaal vee aanvallen. Dat gebeurt nu in Nederland ook. Iedere dag is er gewoon een aanval op vee, ergens in Nederland. Dan zijn er nu nog maar 3 of 4. Maar omdat hij zo strikt beschermd is, mag je er eigenlijk niks aan doen. Dus je komt dan in een enorme wolvenbureaucratie terecht. Zijn er ook wolven in België? Ja, er zijn wolven in de provincie Limburg in België. Ja. En ik veronderstel ook in de Ardennen. En ze worden ook gemonitord. Hè. Dat is ongelooflijk. Mm-hmm. Er zijn filmpjes van. Overal van die vallen met filmpjes natuurlijk. Dat je ze s'nachts met hun roedel ziet langskomen. En er worden ook schapen doodgebeten. Mm-hmm. Maar ze worden uiteraard ook beschermd. Ik vind het prachtige dieren, Rikke. Ja, ja. Het zijn schitterende dieren. Tuurlijk. Dus waarom zouden ze niet... Waarom zouden ze het niet willen? Prachtige dieren. Ja? Ja, maar daar gaat het volgens mij niet om, hè? Nee, precies. Het gaat er gewoon meer om. Kijk, zolang jij die extreem hoge beschermingsstatus houdt, dan wordt het eigenlijk een soort instrument voor een soort wildernislobby die eigenlijk beslag wil leggen op andermans grond. Dus laten we daarom... En dat is de rewilding dus. En rewilding is een fenomeen dat is betrekkelijk recent. Er is een resolutie van het Europees Parlement geweest in 2009... waarmee die hele lobby politieke steun kreeg. En sindsdien zijn er allemaal clubs dus opgestaan die allemaal het woord rewilding in de mond nemen. Dus laten we even kijken. Ja, daar hebben we een video van om dat eens uit te leggen. Want ik stelde net al de vraag, wat is rewilding? Ik krijg het bijna niet uit mijn strot. Daar gaan we nu naar kijken. Are you ready to be part of something wild? Something incredible. It's called rewilding. And it's already underway. We are millions of people. A turning tide. From doorstep to delta, summit to sea, across every continent. Now is the time to act, to protect, restore, and rewild the living world. All life depends on our actions. Now. We are all part of nature, within its intricate web of life. If it heals, so do we. People and wildlife can thrive together. Let's change our future and leave this earth better and more beautiful than we found it. Are you ready to rewild our world? Come and join us. Ja, are you ready to rewild our world? En wel interessant wat ze zei, want ze zei ook in dat filmpje we are part of nature. Maar dat lijkt een beetje vergeten te zijn in het verhaal, hè? Alsof wij buiten de natuur staan. Part of nature is heel anders. Nee, want volgens de klassiek westerse traditie staan wij juist los van de natuur. Wij zijn scheppende wezens met een ratio en een reden. Dus wij staan... En dit is meer... Als je die film ziet, dan kan je toch niet tegen zijn? Nee, ik vind het ook... Het geeft ook een heel mooi warm gevoel. Ja. Maar als je dan gaat verder kijken, wat gebeurt er nou werkelijk?
En dan komen we even bij het volgende plaatje, bij het toernooiveld in Nijmegen. Dat, ik noem het wel Wolfschanze 2.0. Dit is eigenlijk een beetje de bunker van de groene aanval op het platteland. Ja. Hier zit Rewilding Europe. Dat is een stichting die is in 2010 opgericht. Ja, want waar kijken wij naar voor de podcastluisteraars? Dat is de campus van Nijmegen. Daar zitten dus een lelijk betonnen gebouw. Ja. Er groeit geen groen boompje. Maar dit zijn dus de clubs die het heel platteland weer tot wildernis willen maken. Hebben ze een soort wildernisverklaring getekend in 2009 al. Ze willen dus 1 miljoen hectare van het platteland. Maar je laat dit plaatje zien met een reden. Wat zegt jou dit plaatje, deze bonk beton? Practice what you preach. Ik zou zeggen, laat hier die wolven los en laat het hier lekker verwilderen. Ja. Maar dit zijn dus die groene clubs, die Arke Natuurontwikkeling, die dus wolven in Nederland aanspoort om draagvlak voor de wolf. Nou, ze hebben hier zelf betonnen draagvlak alvast neergelegd, geloof ik. En wat doen die? Die hebben ook een gigantisch kapitaal opgebouwd dus. Die krijgen grond van de overheid of subsidies van de overheid om boeren grond op te kopen en dan om te zetten in van die wilderkits met bizons, oerkoeien. En de wolf is dus ook prominent PR-ding van hun programma's. Is ook een... Bizons zijn natuurlijk eten voor die wolven die daar rondlopen. Nee, dat hoeven ze niet te proberen. Die wolven die pakken liever een schaap of iets makkelijks. Maar wat vinden de boeren er eigenlijk van dat hun vee wordt aangevallen? Want dat gebeurt nu, begrijp ik. Ja, dat gebeurt nu iedere dag. En die komen dan in de wolvenbureaucratie terecht. Krijgen boeren daar dan een vergoeding voor van dit soort miljoenen lobbyclubs? Nou, dan moet je eerst dus, je moet al volgens overheidseisen, moet je een hele raster rondom je schapenterrein hebben gemaakt met schrikdraad, wolverend. Dus je moet eigenlijk alweer investeren? Je moet al investeren, ja. En de boeren worden eigenlijk daarmee op kosten gejaagd, hè? Ja, klopt. Die wordt dus, en er zijn wel in de 5 provincies waar nu wolven huizen, daar zijn wel subsidies beschikbaar gesteld, dat je dan je raster kan financieren. Maar ja, kom je ook weer in een eindeloze bureaucratie. En je moet ook nog, als jij een hek wil bouwen in het buitengebied, moet je ook nog maar kijken of dat wel mag volgens het bestemmingsplan. Kan vergund worden, ja. Dus dat is ook nog. En pas dan krijg je schadevergoed. En er moet iemand van Wageningen UR eerst langskomen. Die moet dan DNA van jouw doodgebeten beest, van jouw pony. Dat was net in Oost-Friesland, in het Zuidoost-Friesland, was de hobbypony van een 11-jarig meisje doodgebeten door de nieuwe wolvenpaar daar. En dan moet er eerst een DNA-monster. Dan kan het wel 16 weken duren voordat je uitslag krijgt en ook de vraag of jij dan vergoed krijgt. Dus je ziet dus, er wordt andermaal, dankzij die strenge beschermingsstatus van die wolven, je mag er helemaal niks tegen doen. Ook de eigenaar van Nationaal Park de Hoge Veluwe, die mag die probleemwolf die nou zich een weg door al hun wildbestand vreet, die mag hier ook niks aan doen. En zie je dus dat er een nieuw instrument is om dus beslag alvast, of om het leven op het platteland voor plattelandsmensen, om ze iets van hun vruchtgebruik af te nemen en te ontmoedigen. Het is wel grappig dus dat het betonnen draagvlak van... En dan wil ik ook even inderdaad laten zien hoe schatrijk die mensen wel zijn. Ja, want dit is een begroting, hè? Dat is niet alleen een begroting. Dit is het spaarvermogen van Arke Natuurontwikkeling. Die hebben gewoon al 43 miljoen euro aan subsidies en loterijgelden opgespaard voor het idee dat ook het Nederlandse platteland zoveel mogelijk moet worden omgezet tot wildernis. En dit is het potje van 2021, begrijp ik, hè? Ja, het potje wat ze hebben opgespaard in 2021. Kijk, dus waarschijnlijk meer nu? Nu zal het misschien nog wel weer meer bij zijn. Ruim 43 miljoen, wat moet zo'n club met zoveel geld? Wat doen ze daarmee? Ja, dan gaan ze boerengrond opkopen en omturnen tot wildernis. Dat doen ze onder andere ook al in Brabant. Ze hebben van de provincie Brabant. En worden ze eigenaar van die grond of zo? Net als die andere natuurclubs. Dus dan worden ze een soort uitbater. En ook in Brabant hebben ze dat al gedaan. Dan laten ze dan bizons los. En dan voeren ze hun wildernisvisie van het platteland. Zetten ze dan om in werkelijkheid. Maar dit klinkt als een nutsvoorzieningachtige taak die een overheid behoort te doen. Ja, maar dat zie je tegenwoordig meer natuurlijk, dat NGO's, zoals deze verenigingen, eigenlijk taken van de overheid gaan overnemen. Ja. Maar met vaak ex-ambtenaren van de overheid, want hun ex-voorzitter, die is net weg, dat is Chris Calden. En dat was de directeur-generaal bij het ministerie van LNV op het dossier Natuur. Dus je ziet ook een hele interessante verwevenheid tussen provinciale overheid, landelijke overheid, met die NGO's, die als nu met wolvenkaken, als het ware, hun tanden in het platteland zetten. En dan zijn er ook nog andere invloedrijke krachten die deze lobby steunen. Laten we maar even kijken. Want wie vinden we daar ook? Het bekende logo. Het Economic Forum is ook al helemaal voor rewilding. Want ja, dat past weer helemaal. Steeds meer landbouwgrond, cultuurgrond onttrekken
aan productie. En dat kunnen ze dan ook doen uit naam van Biodiversity Finance. En dat het platteland moet eigenlijk een soort CO2-spons worden van de stad. Ja. Dus dat zij zeggen van wij halen die grond uit productie. En als het dan natuur wordt, dan wordt er weer CO2 meer opgenomen. Dus dat is ook de lobby die daarachter zit. Ja, want even voor de podcast luisteraars, er staat hier rewilding, letting nature do its own thing. Ja. World Economic Forum heeft zich helemaal bij die lobby ook voor rewilding aangesloten. Ja. En ik heb trouwens nieuws voor je. Sabine Swaap, de dochter van Klaus Swaap, de grote baas van het World Economic Forum, heeft dit dossier in haar portemonnee. Ah, kijk nou eens. Dus dat is haar dossier, rewilding. Ja, zie je. Nou ja, daar komt het al. Dus het wordt dus echt duidelijk van bovenaf opgelegd. Want het is dus wel grappig dat die schaapherders verenigd in No Wolves. Nou, dat is echt tientjes werk. Die moet echt dubbeltjes draaien om maar hun tegengeluid te horen. Van nou, hebben wij de dieren geen rechten dan? Want die worden verscheurd en opgegeten door, nou ja, door een wolf doodgemaakt worden. Dat is echt een vreselijke dood. En zij bij hun regent het miljoenen uit zowel de overheid, de Europese overheid en uit loterijen. Hoe kan dat dan? Weet jij waarom het World Economic Forum hier zo'n voorstander voor is? Zijn dat... Ik zag eigenlijk vandaag, toevallig vanochtend, iets nieuws dat ze gelanceerd hebben. Dat gaat over megalopolis. En dat zijn die gigantische steden. Mm-hmm. En er is dus een plan, een megalopolisplan, om de steden in België, Nederland en een stuk van Duitsland aan elkaar te gaan schakelen. Het tri-state city concept, waar wij in Nederland ook mee te maken hebben. Ja, toch wel inderdaad, wel een beetje. Dus je versterkt de lopende trends van de ontvolking van het platteland en de destructie van de sociaal-economische infrastructuur. Dus de visserij gaat kapot, de boeren weg. En dan komen een soort wastelands en toch meer bevolking meer concentreren in megasteden. Dan kunnen we ook het volgende plaatje kunnen we laten zien. Want men lobbyt hier ook al voor in Engeland. En dan zie je ook wel, kijk, dat is gewoon voor CO2-offsetting. En een heel leuk iets in dit artikel is... Kun je dit even voorlezen, Riepke, voor de mensen die dit niet kunnen? How rewilding Britain, dus daar willen ze ook al wolven uitzetten... want die zouden dan allerlei hertenverraad zouden ze oplossen. Hè? Waarbij ze dan... Dat zijn trouwens dezelfde mensen die tegen het jagen op herten zijn... maar die willen dan de wolf... Ja, lees hem nog even voor. Dan. How rewilding Britain could absorb even more CO2 than tree planting. Okay. En het grappige is, wat halen ze daar? Ze halen daar eigenlijk een dystopie aan als utopie voor iets geweldigs. Zij zeggen namelijk, na de instorting van de Sovjet-Unie werd ook 50 miljoen hectare landbouwgrond verlaten. Toen groeiden er allemaal boompjes terug. En dat presenteren ze als iets goeds. Dus eigenlijk presenteren ze het instorten van de landbouw en de plattelandsgemeenschappen als iets wenselijks dat ook in Europa moet... Armoede als utopie. Armoede als utopie. Ja, dat zien we wel meer. Hè? Een soort van zelfhaat ten opzichte van ons eigen specie, de mens. Ja. Hè? Die maar plaats moet ruimen. Hè? Dat zien we. Nee, maar laat ze de mensheid een beetje rewilden. Hè? Dan geen transhumanisme, geen experimentele gentherapieën. Zullen we daar eens over hebben? Hè? Maar er is natuurlijk een stroming die zegt van... ja, maar als wij op deze voet doorgaan... dan schieten wij als mensheid onszelf ook in de voet. En we moeten minder. Ja, maar dat past in hetzelfde plaatje wel. Want het is alleen maar minder... Dat is dan geen menshaat. Nou, dat zou dan eigenlijk verstandig zijn. Als je dat... Als je daarvan uitgaat. Maar ook dat weer is, als je naar de kern gaat, klopt dat wel. Is dat wel zo? Laten we het volgende plaatje dan ook even zien. Want dan zien we in ieder geval de mensen die hiervoor zijn. Kijk, die staan ook helemaal los. Ja. Die zullen de consequenties van dit beleid ook nooit voelen. Nee. Dat is hetzelfde bij wolven in Nederland. Vincent Laurentien is dat, hè? Dat is de soort beschermvrouw van die rewilding club. Ja. En die is er ook al vanaf het begin af bij betrokken. En dan zie je ook, net als wolven in Nederland, die biologen die daar ook, die roepen dan ook op LinkedIn, I love my job, als ze dan filmpjes van het wolvenpaar in Friesland maken, wat dus net die hobbypony ook doodbeet. Kijk, die zullen nooit de schade ervan ervaren. Die krijgen alleen maar die miljoenen voor onderzoek, voor lobby. En degene die de kosten moeten dragen, zijn de mensen van het platteland. Maar gelukkig, er is een lichtpuntje voor de plattelanders. Tegen de zin in van al die ecofascistische clubs. Die dus de groene operatie Barbarossa nou uitvoeren voor rewilding van het platteland. Het Europees Parlement heeft af en toe ook nog gezond verstand. Er wordt hier gelachen in de studio. Ik moet er zelf ook een beetje om lachen. Om jouw uitspraak van die wolven die hobbypony doodbeet. Het klinkt natuurlijk luguber, maar het is eigenlijk... Het is triest. Ja, het zou komisch zijn als het niet zo tragisch is. Nee, inderdaad. Ik bedoel, heb je die man die had net dat aan zijn 11-jarige nichtje had hij een leuke pony gegeven. En die wilde erop rijden. En dan vind je dat beest helemaal in tranen. Dan is het beest helemaal
helemaal verscheurd door een paar wolven. En dat zijn diezelfde wolven waarvan die Glenn Lelyveld van de zoogdiervereniging nog net zei van I love my job. Ja, hè? Vind je het gek? Ja, hij kan lekker wat filmpjes, kan hij zijn hobby uitleven. Een beetje naar wolfjes kijken, alsof het een natuurfilm is. Maar hij zal nooit de consequenties daarvan hoeven dragen en de kosten. Want dat wordt helemaal neergelegd bij de mensen die die wolf moeten faciliteren. Maar er is gelukkig een lichtpuntje. Het Europees Parlement heeft nu net gestemd voor een motie om de beschermingsstatus van die wolf te verlagen. Dus in probleemgebieden, in Frankrijk is het heel erg, worden echt enorm veel schapen gedood. Maar gaan we nu blij zijn met Europese regelgeving? Misschien wel. Soeverein zijn, Rieke? Kijk, het enige punt is, als Sharon Dijkstra, hoe heet zij, van de PvdA, als die wolf niet die overdreven status had gegeven en als ze er gewoon wat pragmatischer mee waren omgegaan van heb je te veel last? En we hadden bijvoorbeeld probleemwolf Billy, die is ook bij jullie op bezoek geweest in België. Die is uiteindelijk in Frankrijk doodgeschoten. Maar niet nadat hij echt 30, 40 of 50 schapen had doodgebeten. Dus die laat gewoon een spoor van bloed achter. Nou, en uiteindelijk hebben ze in Frankrijk een ontheffing kunnen krijgen om dat beest dan naar de andere wereld te helpen. Dag Billy. Maar is het ook niet, Even iets anders. Is het ook niet heel erg hypocriet om te zeggen, ja, die laat een spoor van bloed achter 30 schapen, terwijl er dagelijks tienduizenden dieren worden geslacht in de slachthuizen? Ja, dat vind ik een fantastisch argument. Ja. En dat is ook zeker, dat zal ongetwijfeld ook een argument worden wat in, want wat willen ze nou ook nog gaan doen? Ik word nu al moedeloos. Een maatschappijbrede discussie over de wolf gaat er dan eerst nog komen. Terwijl het zo simpel kan zijn. Een probleemwolf, en dat hebben ze in Amerika, doen ze dat ook. Gewoon pof, omleggen, klaar. Haal die beschermingsstatus, zet die hem een stukje omlaag. Ja. En dan kan je op een veel pragmatischer manier met die... Ja, maar anders krijgen we straks misschien ook de bruine beer terug. Hè? Dan moeten we dat ook gewoon leuk gaan vinden, toch? Ja, dat heb ik in Roemenië gezien. Ja. Dat is heel leuk. Die trekken daar de vuilnisbakken omver. Ja. Ja. Dus hartstikke prachtig beest. En uiteindelijk zie je dus dat het gaat niet om die dieren zelf. Ik bedoel, ik noemde ze al de brandnetels van de dierenwereld. Die komen gewoon weer op. Nou, daar hebben ze ook een heel mooi woord voor. Dat heet de regeneratie van natuur. Nou ja, dat iedereen die tuiniert en dat een tijdje verwaarloosd, die krijgt weer onkruid. Nou ja, hun noemen dat dan regeneratie of natuurherstel. Oftewel de wolf in schaapskleren. Riepke, dank je wel voor je bijdrage.